Het is de week van de toegankelijkheid. Maar wat bedoelen we precies met toegankelijkheid? En waarom is een speciale week rond dit thema belangrijk? Dat wordt duidelijk in de gesprekken die Corné Kremers had op verzoek van de stichting Toegankelijk Land van Kuik. Stichting Toegankelijkheid Land van Kuik bestaat sinds 14 juli hier in de gemeente Land van Kuik. En binnen die stichting bestaan nog altijd de vijf lokale platforms. José Lichtenveld en Jeanette Schreuder zijn actief bij Gehandicaptenbelang Boxmeer. José, al lang actief bij? 2010. En waarom toen aangesloten? Toen hebben ze mij gevraagd om bij het Gehandicaptenbelang Boxmeer te komen. Mm-hmm. Dat was toen door de voorzitter Jan van Heerven. Ja. Die is inmiddels overleden. Ja. Dus nou heb ik het stokje overgenomen. Ik denk dat ze mij rond hebben zien scheuren. En toen dachten ze, die moeten we hebben. Ja, ja. Wat jouw beperking precies is? Ja, 7 hoofdzonden zeg ik altijd. Ja. En hoe is dat gekomen? Ja, dat weten we eigenlijk niet. Dat is in 1989. Yeah. Toen is het eigenlijk allemaal langzaam begonnen. Yeah. En toen hebben ze in Rabaut allerlei onderzoeken gedaan. En van daaruit zijn er bepaalde dingen. En in 2003 zijn er nog wat dingen geconstateerd. Ja, yeah, ja. Yeah. En hoe lang zit je al in de rolstoel? Deze sinds 1,5 jaar. Ja, en daarvoor? Daarvoor had ik een scootmobiel En een trippelstoel. Ja. Jeanette Schreuter, ook bij ons aan tafel. Jeanette, hoe ben jij terechtgekomen in het platform Gehandicaptenbelang Boxmeer? Eigenlijk door mijn eigen handicap kwam ik in contact met Jan van Nerven. Die mm-hmm. toen bij het Gehandicaptenbelang was en eigenlijk ook de oprichter was. Ja. En hij vond mij geschikt. Ja. Dus we kwamen in de babbel. Dat is al lang geleden? Dat is wel al... Een hele tijd geleden, en dan kan je heel goed nadenken hoe lang. Een jaartje of 6 nu. Ja. Ja. Want hoe lang heb je zelf al een handicap, Varmog? Ik heb een zichtbaar handicap vanaf 2011. Mm-hmm. Toen kon ik letterlijk niet meer op mijn benen staan. En toen was ik 38 en toen bleek dat ik die ziekte al vanaf mijn geboorte had. Maar wat merkte je de tijd daarvoor? Heel veel, alleen ze konden niks ontdekken omdat ze geen DNA-onderzoek deden. Ja. Dus ja, dan word je als aansteller neergezet, dus ja, dan ga je gewoon je handicap verstoppen. Ja. En waarom al niet eerder actief in zo'n platform? Ik ben zelf in de zorg. Ik heb 20 jaar in de zorg gewerkt. Ik ben altijd alleenstaande moeder geweest en heb nog een studie gedaan in de avonduren. Er was geen ruimte. Mm-hmm. Zo graag ik het ook hard willen doen, maar dit was er niet. En door je beperking, door je handicap, heb je op een gegeven moment ook die betaalde functie op moeten zeggen? Ja. Helaas wel, ja. En nu, zeg maar, anno 2022, zou er ook geen mogelijkheid zijn voor betaalde functie? Nee, ja, nou, dat is het dus. Dan moet je inzetbaar zijn en altijd. En bij mij is het toch zoiets, ik kan vandaag wel en morgen niet. Ja, en hoe demotiverend is dat? Heel erg, ja. Maar hoe plaats je dat dan? Inmiddels beter, maar dat zijn de eerste 2 jaar zijn we heel erg zwaar geweest. Want heb ik me echt opgesloten en verstopt. En kwam ik ben ik er tegen aangelopen waar ik niet meer kan komen. En ja. Eigenlijk heb ik toen gedacht, wat ik eigenlijk normaal niet doe, heb ik in problemen gedacht in plaats van oplossingen. Ja. En nu ben ik wat dat betreft wel wat sterker en denk ik in oplossingen. En overal is een oplossing voor, maar dan moet er wel iedereen meewerken. Ja. Ja. En dan, nou ja, dan kun je vanuit ervaring natuurlijk praten en meedenken en meedoen. Hoe is dat om dan binnen een gehandicapte platform te zitten en dan vanuit ervaring daarin jezelf in te zetten? Nou, ik voel het niet als echt als een beperking. Ik zie het juist ook als dat je juist meer dingen ziet op de manier mm-hmm. waarop mensen met een beperking dingen ervaren in de maatschappij. Ja, kun je een voorbeeld noemen? Ja, de toegankelijkheid ook vooral. In gebouwen, de wegen, noem maar op. Dat hebben wij al heel veel getoetst. Uh-huh. En dat wij heel veel obstakels tegenkomen. Nu nog wel. Yeah. En ook met horeca, met winkeliers. Ook de klantvriendelijkheid. Maar ook ja, de toegang. Maar ook soms het begrip van mensen
dat je soms wel een last voelt. Ja. Niet van iedereen hoor, maar dat ze eigenlijk zeggen van, we doen er niks aan, ja, want dat komt bij ons niet mooi uit om door een drempel te leggen. Of, ja. En hoe reageer je daar dan op, als je daar dan zelf vervolgens last van hebt als ze zo'n aanpassing niet willen doen? Nou, dan gaan we in gesprek proberen te komen. En als dat niet lukt, dan gaan we dat verzamelen en dan gaan we krantartikel plaatsen. Ja, en dan komt er wel verandering in hoor? Sommige wel. We hebben gemerkt dat een van mijn klier, die heeft in een keer wel een drempel liggen. Ja. En die was eerst helemaal niet toegankelijk. Ja. Ook niet zo er open voor staan, maar die heeft wel als een van de eerste die drempel erbij gelegd. Ja, ja, en dan wordt het toegankelijker. Ja, dan kun je de winkel in, ja. Ja, ja. Jeanette, jou kennen we ook vanuit de media. Een tijdje geleden hebben we wat artikelen gezien. Dat ging vooral over het gebruik van het openbaar vervoer, geloof ik. Ja, ja. Vertel eens, wat gebeurde er toen? Ja, ik wil de stoer aan doen. Ik denk van, ik ga gewoon zelfstandig en ik ga gewoon met de trein. Want er werd voor een regiotaxi ik weet niet of dat gezegd mag worden, maar een pas aangeboden voor mensen die van de WMO een regiopas hadden. Ja. En dat, hoe heette dat dan wel, voor EK? Ja. Voor EK pas of zo. Ja. En die mocht je voor een wat goedkopere prijs aanschaffen. En dan kon je gewoon tussen Boxmeer en Nijmegen kon je gewoon gratis reizen. Ja. En toen dacht ik van oké, dat is mooi, maar ja, dan moet het ook kunnen. Ja. En het kan wel, je kan in Boxmeer opstappen en je kan in Nijmegen eruit stappen, maar daartussen niet. Ja. Ja, dus en dat heb ik ook duidelijk gemaakt. Want conducteurs en de, hoe noem je die mensen die in de trein zitten? Ja, de conducteurs. Die rijden, de chauffeurs, ja. Jij noemt dan ja. Maar. Ja. Die zeggen dan, ja, dan had je assistentie moeten bellen. En als je dan zegt, nee, op de kleine stations komen de assistenties niet. Snappen ze het niet. En ze laten je gewoon staan. Ik heb soms uren op het perron gestaan voordat me maar iemand heeft meegenomen. Omdat er ineens weer zo'n drempel was en jij in de trein in komt. Ja. Terwijl dat overal staat, dat kan wel. Want als je op Arriva kijkt, staat er gewoon, iedereen kan gewoon zelfstandig de trein in. Nee, dat kan niet. En dat heeft nogal wat media aandacht gekregen, maar hoe is dat opgelost? Of is het überhaupt opgelost? Nou, ik vond het wel heel apart hoe hard het dan ineens ging, want het was natuurlijk ook tijdens de verkiezingen en ik kreeg heel veel politieke aandacht ook. Ja. En uiteindelijk kwam er een artikel nog in de krant, ik weet niet of iemand dat van jullie gelezen heeft, maar er stond in, daar wist ik zelf ook niks van dat die in de krant zou komen, dat in 2024 gerealiseerd zou worden dat alle kleine perrons zijn aangepast en dat je erin kan. En dat er ook nog de treinen ook aangepast zouden worden. Laatst zag ik al een nieuwe NS-trein. Ja. Dus ja, daar ben ik erg benieuwd. Ja. Duurt nog even, maar het komt er aan. Ja, maar ben je dan ook tevreden als je zegt van het heeft toch eindelijk effect, al duurt het dan nog 2 jaar? Ik denk dat het niet voldoende is om de perrons aan te passen, want in de trein zelf is het gewoon heel erg druk om te staan met een rolstoel. En als er 2 rolstoelen komen, je hebt maar 1 deur waar je in mag. Ja. Dan heb je gewoon een probleem. Dan moet die andere gewoon wachten op de volgende trein. Ja. En dat vind ik dan weer de volgende stap, dat ze dat niet mogen. Nee. Als je kijkt naar sinds je actief bent, 2010 in het platform, wat voor zaken herinner je dat je denkt, ja, dat vond ik echt mooi dat we dat hebben kunnen bereiken? Vooral ook de goedkeuring bij het Hoogkoor Albert Heijn van Dinter. Dat die echt alles goed aangepast hebben. Ook geluisterd hebben wat ze moesten doen. Ook in gesprek in samenwerking met de gemeente. Dat er wat dingen aangepast moesten worden. Een lift bij het zwembad. Dat ze daar, dat mensen dan konden gaan zwemmen. Hebben ze subsidie voor gekregen. Zodoende hebben ze het voor elkaar gekregen. Dus dat is super goed. En de scootmobieltochten vind ik gewoon super goed. Ja. De mensen genieten volop, komen anders Boxmeer niet uit. En dan wel, want we hebben begeleiding van EHBO, van Medipoint en van verkeersregelaars. Ja. Dan durven ze het ook, hè? Ja. Wat vind je van zo'n week van de toegankelijkheid, dat die georganiseerd wordt? Zeg je van, dat is goed, of zeg je wel, eigenlijk is het ook wel zonde dat het nodig is? Nee, ik vind het juist goed.
om mensen bewust te laten worden wat er nog allemaal beter kan. Mm-hmm. En ook dat wij mens zijn die mee willen doen. Ja. Ja. En hoe reageren mensen daarop? En ik vertelde net al een keer, ja, bij winkeliers of horeca merk je wel eens dat ze denken, ja, moet dat nou? Maar hoe reageren mensen er anders op? Ja, nou, wij zijn toevallig ook pas in gesprek geweest met enkele horeca mensen. Mm-hmm. En die, ja, nu kan sommige dingen wel. Bijvoorbeeld met scootmobieltocht, mm-hmm. dat we nergens terecht konden, want dan konden de vaste gasten niet komen, dan was er niet voldoende plek. En dan hebben we gesprek gehad en nou kan het wel. Ja. Nou, ja. En dan is het, als je het goed uitgelegd hebt, dat mensen ook het nut en... Ja, maar daar ook duidelijk zeggen, wij zijn ook gasten, wij zijn ook mensen. Ja. Wij moeten ook op een terras plaats kunnen nemen. Ja, ja. Ja. En hoe zit het met werk? Als je kijkt naar werk en toegankelijkheid, heb je daar ook ervaring? Nou ja, ik doe zelf heel veel vrijwilligerswerk. Mm-hmm. En dat levert wel heel veel voldoening op. Ja. Ja. Maar dat houdt mij op de been. Ja. Of op de wieletjes. Op de wieletjes, ja, ja, heel goed. Ja. José, als je nu vooruit kijkt, want nou ja, jullie zijn platform Gerlijk heb de Blankbox meer, dat bestaat ook nog steeds, blijft ook nog gewoon actief. Nu onder de Stichting Land, Toegankelijk Land voor Kuik vallen jullie nu. Wat zie je daar voor voordelen in? Ik denk dat we samen sterker staan, mm-hmm. om dingen voor elkaar te krijgen, ook met de gemeente samen. Want nou ben je eigenlijk maar één onderdeeltje. Mm-hmm. Dan krijgen we ook wel dingen voor elkaar, want we bijten ons vast in bepaalde dingen. Maar met zo'n meerdere platformen sta je gewoon sterker. Ja. En dan denk ik dat je ook meer, dat de mensen meer bewust worden van dat wij er ook zijn. Ja. En vooruitkijkend, als we nu, het is nu 2022, als we bijvoorbeeld over 10 jaar, wat zou je dan zeggen van, nou, als we dat hebben kunnen bereiken, dan zijn we echt goed bezig geweest in het Land van Kuik. Nou, dat ik overal gewoon binnen kan chasen en alle mensen en ook met festivals en dat wij niet ergens tussenin gepropt worden, dat wij gewoon daar naartoe kunnen, want nou hebben we vaak, ja, daar ga ik maar niet naartoe, want krijgt er weinig van mee wat er gebeurt. Ja. Nee. Het is nu de week van de toegankelijkheid, Jeanette. Het thema is sociale toegankelijkheid. Wat denk jij aan bij het woord sociale toegankelijkheid? Ik denk dat mensen jou gewoon zo benaderen en zien als een mens zonder handicap. Mm-hmm. Dat jij gewoon aan een kassa kan staan en als je daarna vraagt, wil je even helpen met de tas inpakken, dat ze niet zeggen, ik doe eerst even die mensen achter jou helpen. Nee, dat ze het gelijk gaan doen en je niet gewoon laten staan aan de kassa of je wegsturen omdat je in de weg staat. Dat zijn mijn benen. Het is niet een hulpmiddel alleen, het zijn gewoon mijn benen. En dat zijn er voor heel veel mensen meer. Ja. Want als je in Boxmeer al een beetje rondkijkt en zo in het hele Land van Kuik komen daar steeds meer mensen bij. Die hulpmiddel hebben of eindelijk met een hulpmiddel naar buiten durven, zou ik het zo zeggen. Ja. Hoe belangrijk vind je zo'n week van de toegankelijkheid, zoals die deze week is? Tuurlijk, om de aandacht te verspreiden, mooi, maar eigenlijk zou dat gewoon het hele jaar door moeten zijn. Ik denk dat het al vanzelfsprekend zou moeten zijn, want in 2016 is het VN-verdrag gekomen. En als je ziet dat er toen in 2020 al een hele hoop had gerealiseerd moeten zijn, als je rondkijkt is dat nog bij heel veel niet. Ja. Ja, heel veel niet. Op dit moment maakt platform Gehandicapt en Blank dus ook deel uit van de nieuwe stichting Toegankelijk Land voor Kuik. Wat, heb je er ook een taak in die nieuwe stichting? Ja, ik ben secretaris. Mm-hmm. Maar wat ik vooral heel fijn vind en mij doet het heel erg goed dat de club nu groter is geworden ook. Want je staat ook wat sterker en je hoort een keer een andere mening. Niet alleen de mening van Boxmeer, maar je hoort ook de mening van Mil, van Kuik, van Sint-Antonis. Ja. En dat vind ik wel heel erg mooi. En je bundelt dit. Ja. En ik zeg altijd, hè, en dan sta je gewoon sterker. Ja, hoop ik. Ja. Dankjewel. Meer weten? Bekijk dan ook de andere interviews over de Week van de Toegankelijkheid. Via Omroep Land van Kuik.